'S-Hertogenbos, 11 oktober 1941. Aan den hoog edel gestrenge heer, meester van Leeuwen, procureur. Ik heb er eigenlijk nooit bij stilgestaan waarom mijn familie maar uit 3 mensen bestond. Mijn vader, mijn tante Roosje en ik. Geen neefjes, geen nichtjes. Mijn opa en oma waren er niet meer, punt. In Nederland ondergebracht in bovengenoemde organisatie. De Joodse dansleraren of leraressen werden niet toegelaten en mochten alleen nog lesgeven aan Joden. Ja, en tante Roosje, daar hadden we geen contact mee. Ze woonde in Zweden, omdat ze met een Zweed was getrouwd. Dus dat leek me een hele plausibele reden om dat we haar niet zagen. De leraren, zover als mij bekend, houden zich daaraan. Behalve een zeer brutale Jodin genaamd Roosje Glazer. Een hele normale familie. Een hele normale Nederlandse katholieke familie. Totdat de telefoon ging. In 2000. En daar begint eigenlijk het onderzoek naar het oorlogsgeheim van mijn familie. Tevens is zij wel zo slim geweest om niet in een hotelzaal les te geven, zoals ze dit vorig jaar deed, doch bij haar huis waar ze op zolder een zaaltje heeft laten inrichten en gewoon doorgaat of er niets aan het handje is. Mijn tante Roosje was danslerares. Door te dansen werd ze verraden. Door te dansen overleefden ze 5 kampen. Ik verzoek u beleefd in deze maatregelen te nemen om aan de illegale activiteiten van genoemde brutale Jodin paal en perk te stellen. Mijn tante Roosje danste met de vijand.